Maarten, nog even een berichtje met betrekking tot het vraagstuk in hoeverre rechtse stemmers meer naar links opschuiven en andersom. Ik zie in mijn omgeving, zegt Anne, dat is Utrecht, verschillende mensen, mannen met name met een jong gezin, toch wel verschuiven naar links, voornamelijk in verband met het klimaatprobleem en de toekomst voor hun kinderen. Dat gaat dan met name om mensen die eerst VVD stemden en nu D66. Of het daadwerkelijk een trend is, of gaat worden, is natuurlijk maar de vraag. Maar ik wil het in ieder geval eventjes delen, zegt Anna de Voor. Ja, er waren meerdere brieven die zeiden, ja, ik ben toch heel anders gaan denken over allerlei kwesties. En ja, dat kan. Ja, in mijn omgeving is het nou, ja, kijk, ik leef al zo lang in een bubbel, dat vrijwel iedereen die ik kende, dat die linksig was op zijn minst. Nou ja, misschien D66-achtig sociaal-democratisch. Want dat ligt allemaal natuurlijk relatief dicht bij elkaar. Ik werd trouwens door een aantal jonge lui aangesproken in Hardenberg, waar ik in het theater optrad. En die vroegen of ik de stemwijzer voor de Europese verkiezingen wilde doen. Want dat had ik ook al eens in het verleden gedaan. Ja, dat hebben we hier samen gedaan, ja. Maar die kunnen we wel even erbij pakken. Oh, nou ja, als je hem hier hebt, dan kunnen we meteen het ja- en nee-spel beginnen. Ik had een hele lange brief van Stan Kerkhoff die wel argumenten had, zei die, maar we pakken de Europese stemwijzer er even bij. Want daar zag ik nog een ander bericht over binnenkomen van mensen die zeiden, waarom is daar zo weinig aandacht voor? Ja, dat kun je afvragen, ja. Veel te weinig aandacht. Voor, ja, nou, kijk naar dit ongelukkige akkoord. Waar de buitenlandse politiek en met name ook de hele algemene situatie van Europa eigenlijk vanuit het dorpse perspectief wordt bezien. Ik ga de stemwijzer doen. Dat is even belangrijk om aan te geven. Europese parlementsverkiezingen 2024, de stemwijzer. Te bereiken via eu.stemwijzer.nl. Dus dan weten mensen in ieder geval welke we gaan gebruiken. Start staat hier. Test je politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen. Nou, okay. Daar gaan we. Ja. Evenredige verdeling asielzoekers, daar beginnen we mee. Alle EU-landen moeten een evenredig aandeel asielzoekers opnemen. Ben je het daarmee eens, oneens of geen van beiden? Daar ben ik het mee eens, want dat was al de bedoeling van dat grote besluit van de EU van enige tijd geleden. Dus ja, daar zijn wij het mee eens. Oké, je mag dat even anders. Ja, die pluralis majestatis kan ik beter weglaten. Wil je het nog verder toelichten of zeg je dit is... Nee, het spreekt voor zich eigenlijk. Omdat anders natuurlijk een heel beperkt aantal landen voortdurend het slachtoffer zijn van die instroom. Ja. Denk aan Italië, Griekenland en zo. Ja. Sorry, ik moest eventjes hier op dat ding, want het gaf een rare melding. Zie jij jezelf nu aan die kant? Ik zie mezelf wel, ja. Oh, dan doet nou het. Nou ja, het is wel heel ontzettend klein mezelfje, maar ik zie mezelf wel. Tweede punt, nepnieuws. Sociale mediabedrijven die moeten zelf kunnen beslissen wat ze doen met nepnieuws. Eens, geen van beide oneens. Ik vind dat ze dat niet alleen zelf mogen besluiten, dat daar een vorm van controle en wat mij betreft ook enige wetgeving aan besteed zou moeten worden. Dus oneens? Ja. Je kunt ook geen van beide kiezen, maar oneens. Oké. Minimumbelastingbedrijven is de volgende. Grote bedrijven moeten een minimumbelasting betalen in elk EU-land waar ze actief zijn. We hebben toch al zoiets. Is dat niet 15%? Wat onlangs wereldwijd besloten is. Maar ja, ik ben daar wel voor, ja. Ja, dus dat ze niet allemaal in Ierland op een kluitje kunnen gaan zitten en geen belasting betalen. Dan gaan we naar de stemgerechtigde leeftijd, het volgende onderwerp. De leeftijd waarop je mag stemmen voor het Europees Parlement moet omlaag van 18 naar 16 jaar. Geen sprake van. Nee, dat dacht ik al. Onder. Van 18 naar boven wat mij betreft. Naar 21. Prijs van CO2-uitstoot. Bedrijven moeten meer gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Ja, dat vind ik wel. Asielzoekers en ontwikkelingshulp. Landen die afgewezen asielzoekers niet terugnemen, moeten minder ontwikkelingshulp krijgen van de EU. Die moeten, ja, minder ontwikkelingshulp is misschien een kortzichtig soort van straf. Maar die moeten wel aangepakt worden. Dus dat moeten wel. Je kunt je andere meer maatregelen voorstellen. Die toch effectief zouden kunnen zijn. Dus wat mag ik dan voor je invullen? Eens of geen van beide? Ik ben van mening dat die landen aangepakt moeten worden. Of deze aanpak de beste is, dat is nou weer wat anders. Oké.
Maar zeg maar, dat is aangepakt, ja? Eens. Dan gaan we naar gezichtsherkenning van de politie. De EU moet de politie verbieden automatische gezichtsherkenning te gebruiken. Ja, dat moet verboden worden. Waarom? Omdat het ongetwijfeld misbruikt wordt. Ja. Ik denk direct aan China, waar je dus bij elke klap scheet, word je beloerd door die halfgare politieoverheid daar. Nee, laten we dat vooral niet doen. Recht van initiatief. Het Europees Parlement moet het recht krijgen om zelf wetsvoorstellen te doen. Zeker. Oké, dan meer kernenergie. De EU moet meer kernenergie gaan opwekken. Nou, daar ben ik niet zo gelukkig mee met het idee. Dat wil zeggen, ik ben niet per se tegen kernenergie, maar dit brengt ons ook nog even bij het formatieakkoord. Ja, 4 kerncentrales. Want dan zouden 4 kerncentrales moeten worden gebouwd voor de ongelooflijke actieprijs van 14 miljard. Daar stond een leuk berekeningetje bij dat de Engelse kerncentrale die de Engelsen bezig zijn te bouwen nu al 52 miljard had gekost. Dus voor 14 miljard 4 kerncentrales. Ik zou nogmaals op zichzelf niks tegen. Het gaat eindeloos duren voordat het klaar is. En er zijn veel betere methodes om niet fossiele energie op te wekken. Dus hier geen van beide? Wel in zekere zin. Kerncentrales die stoten natuurlijk geen CO2 uit, maar het is wel fossiele energie, toch? Ja, ja, ja. Dus geen van beide hier, denk ik, hè? De EU moet meer kernenergie gaan opwekken. Nee, zeg dat maar geen van beide. Ik ben er niet falikant tegen, maar het lijkt me niet een verstandig beleid. Trouwens ook niet in dat formatieakkoord. LHBTIQ+ rechten, daar gaat het nu over. De EU moet de lidstaten verplichten namelijk stellen, die tot deze groep behoren, als wettelijke ouders van hun kinderen te erkennen. Eens, geen van beide, oneens. Ja, kijk, ik ben niet voor dwang op dit punt. Ik geef toe, dat is ook een heel slap standpunt, maar bovendien, je kunt wel gaan dwingen, maar dan wordt het niet geëffectueerd in de praktijk. Ik zou onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn om dit fatsoenlijk te regelen. Oké, oneens. Overigens las ik nog een podcast, hoorde ik een podcast waarin werd gezegd van zorg nou eens dat je een andere term bedenkt voor die term. Want niemand kan dat meer onthouden, wat er allemaal bij komt. Ja, er komt steeds zo'n letter bij. Precies, en dat draagt ook niet bij aan. Voordat je het weet, heb je ook leestekens erbij. En dat draagt niet bij aan de erkenning van die groep. Ook op zich wel een goed standpunt. Europa van meerdere snelheden is het volgende kopje. EU-landen moeten meer mogelijkheden krijgen om op sommige onderwerpen niet mee te doen en zelf regels te maken. Nou, die mogelijkheid is er al. Denk aan Denemarken. Denemarken heeft een opt-out voor de euro in de tijd aangekondigd. En Wilders wilde het dus nu ook doen met zijn club. Ja, maar de opt-out die krijg je dus alleen nadat je het met de 27 andere, in dit geval met de 26 andere leden, overeen bent gekomen. Ja. En die structurele opt-out waar we het over gehad hebben, die kun je alleen krijgen bij het begin van de maatregel. Dus de maatregel wordt aangekondigd en jij zegt dan nee, dat wil ik absoluut niet. Dus, dan kun je de opt-out krijgen. Dus rondom stikstof kan dat niet meer? Nee, absoluut niet. Nee. Je kunt. Dat goed is dat je veel te veel stept met je ene been. Heel raar. Twee jongetjes met een stepje. Gezellig. Duidelijk geen podcastluisteraars. Nee. TikTokkers, denk ik. Dus dit bestaat al, maar ben je het hier dan wel mee eens dat dit gecontinueerd wordt, deze maatregel? Of vind je het juist een slechte maatregel? Een slecht idee? Mits, mits er langdurig overlegd wordt met de Raad. Dan ben je het eens. Dan moet dat mogelijk zijn. Ja, okay. Dat zou moeten kunnen. Genetische modificatie. De EU moet boeren toestaan meer genetische gemodificeerde gewassen te verbouwen. Ja, daar ben ik voor. Waarom? Omdat het sowieso, het hele landbouw hangt van genetische manipulatie aan elkaar. Waarom dacht je dat die koeien zo groot zijn geworden? Die koeien waren in de middeleeuwen ongeveer de helft van wat ze nu zijn. Nee? Dat is genetische manipulatie. Dus daar ben ik niet van. In Amerika mag het wel, hier mag het niet. En het kan heel effectief zijn. En genetisch gemanipuleerde granen hebben een veel hogere opbrengst en grotere
afweer tegen allerlei ongedierte dan niet gemanipuleerde granen. Volgende onderwerp, verplichte vliegbelasting. De EU moet landen verplichte vliegbelasting te heffen. Als je vliegbelasting heft, dan moet je dat in de hele EU doen. Daar ben ik van overtuigd. Je kunt niet zeggen, we gaan het in Denemarken wel heffen en in de rest niet. Maar moet het verplicht worden, staat hier. De EU moet landen verplichte vliegbelasting te heffen. Ja, binnen zekere grenzen lijkt me dat prima. De Europese Centrale Bank, de ECB, moet naast munten en bankbiljetten ook een digitale euro gaan uitgeven. Voor mij hoeft dat helemaal niet, maar ik ben niet deskundig op dit gebied. Oké, door oneens. Samenwerking met Israël. De EU moet samenwerken met Israël stoppen totdat de Palestijnen een eigen staat hebben. Ja, ik vind eigenlijk van wel, maar dat ook daar denk ik, ja. Dat is, bij dit soort van dingen loop je altijd tegen ja-nee kwesties aan. Dat kan wel wat genuanceerder geformuleerd worden, zou ik zeggen. Ik zou daar heel terughoudend mee zijn in ieder geval. Ik vind wel dat ten aanzien van het bomgedrag, het gewelddadige bomgedrag van Israël op de Westbank, zit per se, zou ik zeggen, laten we daar eens mee starten. Laten we eens met een fijne knal starten. Hoe luister jij dan naar zo'n PVV'er die roept van ja, de Palestijnen die bestaan helemaal niet, dat is een niet bestaand volk, ze hebben nooit bestaan? Nou, hoe je ze noemt, ik heb mij verder geen zaak schelen, maar het feit is dat toen de Joodse nederzettingen daar begonnen, in het Heilige Land, laten we het even zo noemen, Palestina heette het, ja oké, Palestina, toen woonden daar al andere mensen. Niet 3 of zo, of 4, maar 100.000 andere mensen woonden daar al. Ja, het is vervelend. Hoe je ze noemt, dat kan maar weinig geen bal schelen, maar ze woonden er wel. En daarmee ontstond het probleem. Ja, want de luisteraars vragen ons ook of jij een keer een geschiedenisles wil geven daarover, zodat mensen beter snappen hoe dat... Ja, dat is nogal wat, hè. Is ook binnen Israël zelf wel een kritische traditie, die ook wel terugkijkt naar 48 en de jaren daarvoor en kort daarna. Ja, die Israël bepaald niet volledig vrijpleit van de situatie die toen ontstond, toen ze aangevallen werden. Ja. Even kijken wat hij nou precies zegt, die meneer De Roon. Ja, Raymond De Roon. Die zegt, het was een nepvolk, het was een samenraapsel van Arabieren dat zich die titel aannam om zich meester te kunnen maken van het land dat Joden tot ontwikkeling hadden gebracht. Van Baarle, een andere partij, noemde deze uiteenzetting genocidale opruiing, misdadig en een voorbeeld van ontmenselijking van wat hem op een reprimand... Ja, allemaal zwaar, oké. Allemaal slap gelul. Laten we het kort samenvatten. Er woonden al mensen toen de Joden in de diaspora tot de conclusie kwamen dat ze misschien een eigen natie zouden moeten hebben. Okay. En tot het ongelukkige besluit zijn geraakt om die dan te vestigen op de plek waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen. Maar dat die Palestijnen, dat dus niet, dat het een samenraapsel van Arabieren is, klopt dat? Kan me niet schelen wat voor samenraapsel het was. Er woonden daar gewoon honderdduizenden mensen. Ja, samenraapsel Nederland is ook een heel raar samenraapsel, toch? Ja, maar bestaat het Nederlandse volk daarmee niet? Nee, het Nederlandse volk bestaat absoluut niet, nee. Een heel raar samenraapsel is het. Oké, maar zeg je dan ook dat het Palestijnse volk daarmee niet bestaat? Nou, niet als je zegt het Palestijnse volk. Nee, dat bestond niet, wisten zij veel. Het was helemaal geen natie of zo. Zij woonden daar. Ja. Ja. Hartstikke lullig, maar daar woonden ze. Ja. Dan is het natuurlijk... Oké, we hadden dat ingevuld, hè, die voorgaande vraag over EU in Israël. Dat heb ik zou zeggen, gezien wat er nu gebeurt op de Westbank, zou een flinke klap misschien wel een nuttig begin zijn. Maar blijf in gesprek, zou ik zeggen. Blijf in gesprek. Oké, geschoolde migranten. Het moet gemakkelijker worden voor geschoolde werknemers om in de EU te komen wonen en werken. Ja. Er mogen de komende jaren geen nieuwe landen bij de EU. Nee, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Maak nog in godsnaam al die kleine prutslanden op de Balkan ook lid. Willen die dat? Ja, die willen dat wel, ja. Zeker.
En dan kun je Servië ook onder druk zetten. Hou op met dat gezeik met Moskou. Als je lid wil worden, hou op met dat gezeik in Moskou. Dan kun je lid worden. Maar we kunnen niet van twee walletjes, niet nog een Orbán. Wat is het voordeel daarvan om dat te doen? Poetin of de Russen een steunpunt in Europa verliezen. Denk aan zo'n ellendeling als die Orbán. Ja, dat snap ik, maar dat die kleine landjes allemaal lid worden. Wat zou daar goed aan zijn? Nou, omdat ze allemaal in feite haarden, of althans zeker Servië, een haard is van sympathie voor Poetin, het Slavische volk, de grote Slavische natie, dat soort van kletskoek. Dat moet dan afgelopen zijn. De EU-landen moeten vaker samen wapens en ander defensiemateriaal gaan inkopen. Ja, wie is daar tegen? Laat ze het eerst maar zorgen dat ze het op de rit krijgen. Dan over het begrotingstekort. De EU moet lidstaten een groter begrotingstekort toestaan dan nu het geval is. Nou, de werkelijkheid is, het begrotingstekort is natuurlijk officieel 3%. Er zijn al allerlei ontsnappingsclausules. En er zijn tal van landen die aan de lopende band grotere begrotingstekorten hebben gehad. Dus ja, ik zou zeggen, laat de toestand zoals die is. Dus oneens? Ja, want je kunt wel dwangmaatregelen, maar dat heeft natuurlijk in principe bij die landen die heel weinig budgettaire discipline hebben, heeft dat toch weinig zin. Het moet mogelijk worden om een land uit de EU te zetten als het zich niet aan de basisregels voor democratie en rechtsstaat houdt. Ja, daar ben ik in principe wel voor en in de praktijk eigenlijk tegen. Sorry. Wat betekent dat? Dat het mijn liefste wens is om dat godvergeten Hongarije eruit te flikkeren. En dat ik tegelijkertijd besef dat als je dat doet, dat je een hele gevaarlijke weg betreedt. En dat uiteindelijk op de lange termijn grote schade aan de EU zou kunnen toebrengen. Terwijl ik er in mijn onbesperkte godsvertrouwen van uitgaat dat Orbán op een goede dag doodgaat. Wat zouden dan die gevolgen kunnen zijn? Dat elk land wat zich opstandig opstelt, dus dat het eigenlijk een slechte gewoonte wordt. Hè? Terwijl het mooie van de Brexit is toch geweest dat we allemaal gezien hebben wat een ellende het ze met zich meebrengt. Dus geen van de. Ja, precies, laten we het zo houden. Laten we ze wel bedreigen, daar ben ik wel voor. Okay. Nou, het schijnt ook vrij effectief te zijn. Ik heb vaak genoeg bij Caroline de Gruyter gelezen. Dat dan gaat Orbán weer dwars liggen en dat doet hij weer interessant en dan wil hij weer een cadeautje hebben om die godvergeten voetbalclub in zijn eigen dorp van herkomst weer nog eens een keer te subsidiëren. Maar als hij flink onder druk komt, dan gaat hij altijd door de bocht, begrijp ik. De EU moet stoppen met het subsidiëren van de intensieve veeteelt. Ja, dat lijkt mij een goed idee. Gaat niet gebeuren, maar het lijkt me een goed idee. Wat verstaan we onder de intensieve veeteelt? De Nederlandse veeteelt, neem ik aan. Er zijn natuurlijk ook van die landen, ja. Als je net in Wyoming bent geweest en je hebt daar op die prairie die koeien zien lopen, dat is niet erg intensief. Al heb je dan in Amerika die zo vreselijke spreads. Nou ja. Ja, dus het antwoord was ja, we moeten ophouden dat te subsidiëren. EU-landen moeten zelf kunnen beslissen of ze werknemers uit andere lidstaten toelaten. Nee. Het gaat tegen dat vrije verkeer in, hè? Ja. Ja. Kijk, deze is leuk. Europese treinen. De EU moet geld steken in uitbreiding van het netwerk van Europese treinen. Ja, honderden miljarden wat mij betreft. Nou, anders blijft dat, dat weet toch iedereen hoe het is hier. De NRC heeft al een reeks van die ontzettend amusante stukken gehad van mensen die dan met hun gezin met de trein naar Madrid gaan. En het is verschrikkelijk. Het is een chaos. Je kaartjes blijken niks waard te zijn als je de juiste trein mist. Het is, nou ja, en dan zijn mensen verbaasd dat vliegen, wat zal er een vlucht dan maar naar Madrid kosten? €200 heen en terug. Ja. Ja. Zoiets, denk ik, ja. Ja, dus laten we dat vooral doen. Laten we dat op orde zien te krijgen. We hebben trouwens eerder nog gehad over of je nog vanuit Nederland naar Rusland kunt vliegen. Een van de kenners ergens heeft gezegd van dat niet zo kan. Niet kan. Ah. Dus bij deze, dat zag het in een of ander groepje. Dat KLM ook ging ophouden met op Israël te vliegen. Ja, op Tel Aviv, ja. Vanaf augustus weer, ja. Oké,
Ja, je hebt natuurlijk die Wenenreis gehad, hè, met de trein. Nou zeg, idealist van Rossum. Die werd mij doogeloos afgestraft. Deutsche Bahn in de bocht. Wat een waardeloos bedrijf. Wat een waardeloze reis, jongen. We hebben daar toen nog een aflevering over gemaakt, kan ik me herinneren. Toen zat jij op een hotelkamer. Ja. En toen hadden we contacten. Toen heb je dat in geur en kleuren verteld hoe dat ging. Ah, jongen, wat een ellende was dat. Nee, dus de volgende keer vlieg ik weer. Het is treurig, maar waar. Maar dan kom je weer op Schiphol. Ja, dat is waar. Maar ik vlieg eerste klas. En dan, je kunt tegenwoordig ook je security check kun je van tevoren bespreken. Oh, je bent echt een kenner. Daar kan wel wat aan gedaan worden. Asielzoekers moeten hun asielaanvraag indienen in landen buiten de EU en daar afwachten of ze in de EU mogen komen wonen. Dat klinkt aantrekkelijk en is deels al een onderdeel van dat Europese immigratieplan. Maar je kunt je wel, natuurlijk asielzoekers die daadwerkelijk op de vlucht zijn voor gruwelijk geweld in eigen land. Dat ze moeilijk in Aleppo kunnen blijven zitten terwijl ze dagelijks gebombardeerd worden, zal ik maar zeggen. Dus nee onder voorwaarden. Dat is het probleem, dat bij dit soort dingen loop je altijd tegen ja- en nee-kwesties aan, waar het veel ingewikkelder ligt in werkelijkheid. Het moet in de hele EU verplicht worden om stagiairs een vergoeding te betalen. Ja, daar ben ik voor. Het stagiairenmisbruik, dat dient aangepakt te worden. Hebben jullie bij de slimste mensen ook stagiaires? Ja, volgens mij wel. Ik hoop dat die netjes betaald worden. Ik weet het niet precies. Maar dan hoef je niet de auto's van de Caro te poetsen. Nee, ik heb het wel eens gevraagd bij de Maarten natuurlijk. Of ze een beetje leuk werk hadden, dat redelijk betaald. Daar zitten ook stagiaires. Ze worden wel betaald, ja. Ah, oké. Ja, we hebben elk jaar of elk half jaar een stagiair. En sterker nog, net weet ik hoe de nieuwe stagiair heet. En dan heb je weer een nieuwe? Ja, dan is er weer een nieuwe. Ja. Het is wel heel waardevol voor die mensen vaak, hè? Zij zijn er heel tevreden over. Ja. Maar dan moet je ze wel waardevol werk laten doen, niet gekloot. Nee, niet geen koffie zetten. Nee, dat gebeurt ook nog wel eens ergens. Moeten mensen ons maar eens even laten weten of ze hoe er met stagiaires om wordt gegaan. En wat je ook steeds vaker ziet, is dat mensen op de universiteit die eigenlijk geen stage hoeven te lopen, toch kiezen voor een stage, omdat ze dat praktische gedeelte missen. Dat is ook wel interessant. Oh ja, ik ben zelf niet zo voor stages. Hé, de buurman. Ik ben benieuwd. Ik ga even vragen. Ja? Is er iets interessants te zien? Ah. Ja, hallo. Maar nu je zo ronddrentelt en ik dacht dat er misschien een ooievaar geland was of zo. Een lekkende schoorsteen. De overbuurman heeft een lekkende schoorsteen. Even kijken waar we gebleven zijn. Grenscontroles. Er moeten weer grenscontroles komen tussen de landen van de EU. Tegen. Heeft Wilders wilde dat ook weer gaan doen, hè? Ja, zeker. Patrouilles. Dat is natuurlijk ook met die beperking van de personenvrijdom om te bewegen in de Unie. We zijn er bijna. Nog een paar vragen. Recht op abortus. De EU moet het recht op abortus erkennen als een grondrecht. Ja, dat vind ik wel. Want voordat je het weet, gaan ze daar ook weer aan sleutelen. Kijk naar de Verenigde Staten. Kijk naar de Verenigde Staten. Ja. De voorzitter van de Europese Commissie moet rechtstreeks door de inwoners van de EU worden gekozen. Ja, laat maar eens proberen. Ik weet niet of het gaat lukken, maar laten we het eens proberen. Waarom? Waarom zou dat goed zijn? Je beseft natuurlijk wel dat dit ertoe leidt dat dit de voorzitter van de commissie vrijwel altijd afkomstig zal zijn uit een van de grote landen. Ja, denk maar ik. Dan moet je dus iets bedenken waardoor je dus evenredig en dergelijke. Ja, dus daarom. Het is, zeg maar onder voorwaarden, ja. Oké. Waar halen mensen trouwens dat ijs hier in de buurt? Ik zie allemaal mensen met ijs. Hoe heet het? Vorst. Hier om de hoek. Ah, oké. Ik was, hele fijne ijssalon. Ik was gisteren aan de Kroeselaan. Mag geen reclame maken natuurlijk. Nee. Ik was gisteren aan de Kroeselaan bij een omgebouwd tankstation tot restaurant. Ook erg. Ja, erg leuk. Kreeg je zo'n glaasje benzine? Nee, dat dacht je. Hè. Rode diesel. Ik vond van slechte sherry. Die vond ik altijd een beetje smaken naar benzine. Even kijken. De EU moet het gebruik van landbouwgif met glyfosaat volledig verbieden. Volledig verbieden. Morgen. Waarom? Ach, ze moeten wel ophouden met die afschuwelijke middelen. Iedereen weet dat het rampzalige effecten heeft op de insectenpopulatie. Dat die boeren allemaal Parkinson krijgen. Ze moeten daar echt mee ophouden.
Ik bedoel, alle deskundigen zijn dat al decennia zijn die dat al van mening. En daar ook werkt die landbouwlobby. Die heeft rampzalige resultaten. De EU moet meer wapens voor Oekraïne betalen. Ja. Oké, dat waren ze. Kan niet genoeg zijn. Zijn er dan nog onderwerpen die je extra belangrijk vindt? Die kun je dan van wat we nu besproken hebben. Daar kun je... De uitbreiding. Even kijken hoor. Hebben we die gehad? Kijken of die hier tussen staat. Europa van meerdere snelheden was dat toch? Oh ja. Ja, ik ben niet tegen meerdere snelheden. Dat mag van mij wel. Even kijken. Landen uit de EU zetten. Dat hoort daar ook weer bij. Je moet ze even aanvinken. Maar hebben we nu een uitslag wat ik stemmen moet? Ja, maar je moet nog eventjes iets aanvullen. Invullen. Oh. Even kijken, welke partijen wil je meenemen in het resultaat? Kies alle partijen, alleen de partijen die nu al in het Europese parlement zitten, of maak zelf een selectie. Selecteer minimaal 3 partijen. Dus kun je kiezen alle partijen, zittende partijen, of je kunt ze selecteren. Dus dan kun je kiezen GroenLinks, PvdA, VVD, CDA, bla bla bla. Dan kies ik de... Hoe heet het? De DASSEN, dus de Europese partijen. Ja, maar dan ga je een selectie maken. Eigenlijk moet je gewoon alle partijen doen en kijken wat eruit komt, toch? Anders ga je al selecteren op wat je wil zien. Oké. Ik weet niet, wat zijn alle partijen? Want er zijn er eindeloos veel, want die partijen die zijn in het Europese parlement weer aangesloten bij grotere groepen. Ja, dus het kan een of ander raar lokaal partijtje zijn, maar die moet in het parlement een keuze maken om ze bij een van de grotere groepen aan te sluiten. Even kijken. Vandaar dat de gekke situatie dat de Partij van de Arbeid bij de Sociaaldemocraten zit. En dat GroenLinks bij de Groenen zit. Ja. Je hebt de volgende uitslag. De eerste paar partijen die in het overzicht staan liggen erg dicht bij elkaar. Daarom moet je een extra stelling doen om te kunnen zien welke partij het beste bij jouw mening aansluit. En wat zijn die 3 partijen dan? Of 50 plus... D66 en de Piratenpartij. Die zit bij de Groenen erin. Oké. Ja, God, de keuzes is wel duidelijk. Zullen we even kijken wat die extra stelling dan is? Oh, je mag maar 2 partijen selecteren. Nou, dan even kijken. De EU moet sociale media verplichten ervoor te zorgen dat jonge kinderen niet op hun app kunnen. Ja, oké, ze kunnen het verplichten, maar je weet dat dat helpt allemaal geen kloot. Oké. En de EU moet de periode korter maken die mensen via een uitzendbureau mogen werken bij hetzelfde bedrijf. Lastig controleerbaar. Geen idee. Ik ga voor D66. Okay. Ik had toch al overwogen om D66 te stemmen voor de Europese verkiezingen. Maar dat had eigenlijk meer te maken met het standpunt van D66. Ten aanzien van een Europese strijdmacht en... Nou ja, laten we maar zeggen, een verdere intensivering van de federalisering van de Europese Unie. Er zijn nog 2 stellingen die je moet doen. De EU moet afspraken blijven maken met landen als Turkije en Tunesië om asielzoekers tegen te houden. Nou, zeg maar dat ik daar niet geen jaren in nee op zeg. Even bij. De EU moet anonimiteit op sociale media verbieden. Ja. De EU moet een handelsverdrag met de Verenigde Staten afsluiten. Als dat noodzakelijk is, ja. Ja, dan komt D66 inderdaad als de partij eruit die dichtst bij haar standpunten ligt. Ja, nou, daar kan ik goed mee leven. 50 plus toch ook? GroenLinks. Ja, 50 plus. Was ik natuurlijk wel. Van Rossum is 80. Dus ja, hij gaat naar 50 plus. 66% komt overeen met GroenLinks PvdA. 63% met Volt, van wat je hebt gezegd. 59% met de Partij van de Dieren. NSC 59%. En wat hebben we dan nog ertussen staan? NSC, oh, dat had ik al genoemd, hè? Ja. VVD 56%. Nou ja, en dan SP 50%. PVV 47% loopt het zo af. Dus je staat het verst af van BVNL. En van Forum voor Democratie. Dus nou, dat klopt wel een beetje, toch? Ja, dat klopt heel aardig. Ja. Ja, het zijn, zoals ik al zei, veel van die ja-nee vragen. Dan moet je zeggen, het ligt gecompliceerder, het ligt genuanceerd, enzovoort, enzovoort. Maar ik heb alle vrede bij D66. Oké.